Ik heb gewoon een hele reeks verhalen bij elkaar geschreven. Zeer diverse verhalen. Ja, waar komt het allemaal vandaan? Ik weet het niet altijd zeker hoor. Het is ook van, oh, ik moet een verhaal schrijven. Dat kan ook. En zo ook bij romans ontstaat dat. Betje Wolff, die heeft een keer, de oude schrijfster, een tochtje in Friesland gemaakt naar de mummies van Wiebert. Met een gezelschap in de 18e eeuw, 1798. En dat gezelschap, die kwamen daar bij die mummies. En een van hun gezelschapsmensen, die gaf een van die mummies die daar liggen, nog steeds, kan je zien, in Wiebert. Die gaf zo'n mummie een hand en de arm brak af. Kijk, zo'n beeld is genoeg om mij wel enthousiast te krijgen. Zo werkt het wat. Ja, dat is wel erg hoor, als je een boekengek bent. Het is wel tragisch ook. Je hebt er niks aan. In 86, misschien wel langer geleden, ontstond er in Leeuwarden een band van allemaal mensen daar van de muziekacademie. En die gingen Frank Zappa muziek spelen. En daar heb ik een keer mee meegedaan, omdat ik een Frank Zappa liefhebber ben. Bijvoorbeeld Evelyn, A Modified Dog. Dat heb ik vertaald en dat draag ik voor. Maar wel met op de achtergrond al zo'n pianist die geweldig goed. En die doet de akkoorden die erbij horen. Evelyn, een gemodificeerde hond, bezag het trillende doekje dat in de duisternis bovenop een tafel lag. En dan ploem, ploem. Evelyn, a dog having undergone further modifications. Significance of short person behavior. In pedal depressed and chromatic resonance and other highly ambient domains. Arf, she said. En tegenwoordig zing ik ook af en toe wel zo in het openbaar. En ja, dat is blijkbaar, vind ik dat ook wel aardig. It's just not right, oh, what in the world come over you, et cetera.